De afhandelaren op Schiphol gaan met digitaal vooraanmelden van lokale exportvrachtwerken. Wat betekent dat precies? Daarover gaan we tijdens dit webinar in gesprek met diverse stakeholders. Goedemorgen en welkom bij dit webinar over het digitaal vooraanmelden van exportvracht op Schiphol. Dat we als NT organiseren samen met ACN. Doel van deze digitalisering is het proces van aanvoer, administratieve werken, laden en lossen van exportgoederen op de luchthaven efficiënter in te richten. Tijdens dit webinar bespreken we met diverse gasten hoe het werkt en wat het betekent voor de logistieke en verladende sector. Ook zijn de gasten beschikbaar voor rechtstreekse vragen van u als kijker. Die kunt u stellen in de chat aan de rechterkant van uw venster. Straks gaan we in gesprek met Rob Middelkoop van DJ Middelkoop en Zonen en Dimitri Brink van DHL Global Forwarding. Op de tribune zitten Hans van Roest van Cargonaut en Johan Staar, projectleider vanuit ACN. Zij zijn tevens beschikbaar voor kijkersvragen. Maar we beginnen met Maarten van As van ACN en Annemarie van Hemert van Cargo Team Schiphol. Naast mij zit NT luchtvaartjournalist John Versleijen. Welkom allemaal. Dankjewel. Maarten, ik zie dat je een hele lekkere taart hebt meegenomen. Valt er wat te vieren? Ja, er valt zeker wat te vieren, dit project waar we mee bezig zijn. Maar deze taart die is specifiek bedoeld voor alle partijen die meer dan 80% van hun vraag digitaal vooraanmelden. Die sturen we zo'n taart toe om toch even bij dat moment stil te staan. En waarom is dat zo belangrijk? Nou, wat je ziet, en we bespraken dat ook een paar weken geleden tijdens het multimodaal congres. We lopen als luchtvracht zeker niet voorop als het gaat om digitalisering. Albert Veenstra kwam er zelfs in zijn terugkijk nog even kort op terug. En daar gaan we ook verder over praten. Maar je ziet dat proces in de luchtvracht nog heel erg gericht is op papier. De basis is nog te vaak papier. En je ziet dat het gebruik van IRWB wel groeit, maar ja, dat moet toch sneller. Nou, en met dit digitaal vooraanmelden proberen we mensen daar op voor te bereiden. Een brug te slaan tussen het ouderwetse papier en het moderne digitale. Ja, want het is 2021. Ik vind het best bijzonder dat we nu een webinar organiseren dat eindelijk iets digitaal kan. Daar heb je gelijk in. Er komt al heel veel digitaal hoor, maar het gaat erom dat we ook als keten digitaal gaan werken. Wat was het een beetje gefragmenteerd eigenlijk, alle initiatieven? Want we hebben natuurlijk e-link, is natuurlijk al een hele tijd in de lucht. Ja. Dit is eigenlijk een soort e-link plus, hè? Er wordt dus een applicatie aan toegevoegd. Ja. Is het gewoon echt ook om die gefragmenteerde aanpak nu eens centraal aan te pakken? Precies, ja. Dit is inderdaad een digitaal vooraanmelden met gebruik van e-link in het bestaande e-link systeem, daar zaten nog wat bottlenecks en bugs in. Dat vroeg nog wat extra stevigheid. Daar is een hele grote slag gemaakt de afgelopen maanden. Maar wat denk ik het belangrijkste is dat dit is echt een multi-actor project. De hele community is hier nauw bij betrokken. En we hebben de afgelopen maanden ongelooflijk veel overleg met alle partijen die hiermee aan de slag moeten om te kijken wat betekent het nou voor je en wat gaat het je opleveren. En om die vraag te beantwoorden? Wat betekent het voor de sector en wat gaat het opleveren? Het betekent voor alle partijen in die keten gaat het uiteindelijk wat betekenen. Aan de ene kant, je moet je werk anders gaan doen. Maar aan de andere kant, het levert je ook wat op. En het meest tastbare daarin zal zijn de wachttijden waar we op Schiphol met enige regelmaat mee te maken hebben. Overigens niet alleen op Schiphol, maar ook op Frankfurt en in Brussel zie je wachttijden voor het afleveren van lokale exportvracht. Daar gaan we mee aan de slag. Wat we tijdens het project ook ontdekten is dat datakwaliteit ook nog wel een punt is. Op het moment dat je iets op papier zet, kun je natuurlijk soms best wel even iets verkeerd invullen. Dan kan je het ook weer wijzigen of op een bepaalde plek kan het aangepast worden. Digitale data moet goed zijn. Dat is zwart of wit. Het is goed of het is fout. Voordeel daarvan is dat als het goed is, dat je proces wel een stuk sneller gaat. Want met digitaal vooraanmelden waar we naartoe werken, is dat dus op het moment dat iets naar een afhandelaar gaat, een lokale exportvracht, de afhandelaar die data al heeft. Dus die kan op dat moment al beginnen met checken en zijn werk doen. Ja, want Annemarie, je bent van Cargo Team Schiphol. Wat gaat dit voor de luchthaven opleveren, is jouw verwachting? Ja, sowieso is het, wat Maarten net al zei, is het veel meer de samenhorigheid. Eigenlijk het bij elkaar brengen van alle bedrijven zeg maar, rondom de community. En ik denk dat dat vooral een nieuw element is. Eigenlijk wat we al heel lang ambieerden om elkaar beter te leren begrijpen. En vooral ook te begrijpen waar de ambitie nou eigenlijk ligt.
om dat samen te brengen. En vervolgens inderdaad tekort, of tenminste te ingrijpen door wachtrijen. Want dat geeft enorm veel congestie waar we graag vanaf willen. En als je dat dan gaat linken aan duurzaamheid bijvoorbeeld, hè, ook een thema van Schiphol, dan zouden daar ook op dat vlak zeg maar, de eerste stappen kunnen betekenen in de juiste groene stappen, zo gezegd. Ja. Als je kijkt naar bijvoorbeeld die congestie, hè, want ja, donderdag, vrijdag, weekenden, het is soms een ramp. Kunnen we die wachttijden daar nu echt substantieel afbouwen met dit initiatief? Ja. Nou, dat is eigenlijk wel de verwachting. Ja, precies. Ja. En we zien ook al dat op bepaalde momenten, we zijn eigenlijk 1 januari begonnen en gaan 1 september echt van start. Dan komt het ook in de Ready for Carriage procedure te staan. Ja. Je ziet nu ook al bij een aantal spelers dat het gewoon echt werkt. De gemiddelde wachttijd een beetje op Schiphol voor vrachtwagens die ze kunnen aanleveren is 1,5 uur. Dat is natuurlijk best heel veel. Als het daaronder is, vinden partijen het wel goed. Ja, daar kun je dus echt heel erg veel winnen. Want 1,5 uur en wel goed vinden, ja, je staat wel 1,5 uur te wachten. Ja. En er zitten ook pieken van 5-6 uur in. Dus daar gaan we mee aan de slag. Ja. En ik denk dat een vergaande digitalisering daar echt het verschil kan maken. Ja. Substantieel, hoe is dat? Is het een beetje aan te geven in kosten? Wat die wachttijden, zeg maar ook aan de balie, dat hele proces bij de vrachtafhandelaars om die documenten in te leveren, kijken of die wel juist zijn. Wat het ons eigenlijk kost, is dat ooit wel eens een keer in kaart gebracht? Want het moet wel gaan om miljoenen. Ja, daar kan ik me wel iets voor voorstellen. Ik heb dat niet op mijn netvlies en ik kan me voorstellen in aanloop zeg maar, naar dit onderzoek of naar dit initiatief, dat er zeker daar inzichten van zijn. Met name omdat dat natuurlijk een onderdeel van de ambitie uitmaakt, is dat je niet alleen weer beter wil doen, maar uiteindelijk moet het ook financieel iets opleveren. Ja. Dus dat is zeker ook een van de argumenten geweest om dit te doen. Ja, want het lijkt me voor de expediteurs vooral interessant om te zien van, hé, ik zie hier in mijn proces en ook bij de transportbedrijven die de vracht moeten aanleveren, ik zie in mijn proces dat het tienduizenden euro's goedkoper wordt. Ja. Ik denk dat bedragen daar een moeilijk is, John, maar je ziet wel dat het gaat bijvoorbeeld als de partijen die nu de best effort hebben getekend dat ze dit gaan doen, het ook gaan doen, dan gaat het iets tegen de 4000 vrachtwagenbewegingen per week. Stel je voor dat je bij al die vrachtwagenbewegingen er al 1,5 uur afhaalt. Dan heb je dus de winst pakken. Precies, eigenlijk. Ja. Dan ga je rekenen hoeveel tijd dat scheelt en vervolgens ook hoeveel geld dat scheelt. Ja, hoeveel bedrijven hebben al zeg maar, getekend? We zitten op dit moment op ruim 50 partijen. En dat zijn partijen die de expediteurs, de luchtvrachtvervoerders en partijen die luchtvracht veilig verklaren. Dat zijn een beetje... die hebben allemaal een best effort getekend waarmee ze zeggen, we vinden dit project belangrijk en willen daar aan mee gaan doen. En als iedereen ook daadwerkelijk per 1 september gaat doen wat hij zegt te gaan doen, zitten we op 70-80% van het totale lokale luchtvracht exportvolume op Schiphol. Van, luister, het is verplicht als je lading wil exporteren vanaf Schiphol, dan moet je het nu gewoon zo doen, punt? Ja, dat is lastig, want ik weet wel dat daar behoefte aan is, dat Schiphol daar bijvoorbeeld een wat stevige rol in pakt. En ik zie het eigenlijk zelf meer zo dat we vooral het via de weg van de verleiding, zeg maar, doen. Gewoon laten zien hoeveel het je oplevert eigenlijk om eraan deel te nemen. En dat maakt vanzelf dat steeds meer partijen er ook een rol in willen hebben. Ja, dus we moeten zelf zien, het is handiger voor mij om het even digitaal te doen in plaats van het op papier te doen. Het levert gewoon voordelen op. En een belangrijke stap trouwens die de community daar recent in heeft gemaakt, is dat we hebben op Schiphol een Ready for Carriage procedure. Ja. Dat zijn eigenlijk de afspraken, hoe doen wij ons werk op Schiphol? Hoe lever je aan? Een beetje het vluchtgereed zijn van de precies, van de lading. Precies. Ja. Daar is, dat is eigenlijk de ketenbrede afspraak, en daar speelt ACN een belangrijke rol in, want dat wordt in alle sectorraden om de zoveel tijd besproken. En daar is nu afgesproken, ketenbreed, we gaan dat digitaal vooraanmelden erin zetten. Dus in zoverre wordt het wel onderdeel van de spelregels op Schiphol. Ja, dus in feite, als je dus gebruik maakt van het digitaal aanmelden, dat eigenlijk je vracht in één keer een soort groene golf door kan naar de vrachtwagen. Ja. Geen wachttijden bij de balie, door, je krijgt dus direct je de kunt slot zelfs, je kunt zelfs voorbij die balie, want de papieren zijn al ingeleverd, die heb je niet meer. Ja. Ja. Dus dat is een groot pluspunt natuurlijk voor iedereen. Je zei al 50 bedrijven hebben al getekend. Het aantal bedrijven waar jullie op mikken, hoe groot is dat? Dat is altijd moeilijk te zeggen. Kijk, we hebben ons nu gericht op een flink aantal grote spelers, maar zeker ook medium en kleine spelers hebben we actief benaderd. Ik vind dat moeilijk te zeggen. Als je kijkt naar we kijken vooral naar het totale volume. Je zegt al net, die mooie taart heeft het ook al in kaart, 80%. Hè? Dus dat is een beetje waar jullie naar streven. Zeg maar. En die taart is dan voor individuele partijen als het 80% doet. Maar ik denk, we moeten ook in de eerste instantie streven naar dat
70-80% digitaal wordt voor aangemeld. En uiteindelijk wil je natuurlijk naar dik in de 90, want je wil dat de hoofdstroom digitaal wordt. Er zullen altijd uitzonderingen zijn. Nee, dat begrijp ik. Maar als je dus kijkt naar, ik noem maar eventjes iets, 95%, wanneer zitten we daar ongeveer dan? Nog eind van dit jaar, misschien begin volgend jaar? Ik denk begin volgend jaar. Begin volgend jaar, dat is toch eens. En dan die kleine 5% of misschien zelfs minder, die moet dan maar eventjes op de pijnbank en wacht bij de balie. Dus, en dat kan dus extra kosten opleveren. Hoe zien jullie dat? Ja, in ieder geval extra procestijd. Dus daar zit al een waantje zeg maar in voor hun. En het is, je zal op een gegeven moment merken als dit proces steeds beter geborgd is en steeds vloeiender gaat verlopen, is dat ze daar absoluut eigenlijk bij willen horen, zeg maar, en ook onderdeel van het proces willen uitmaken. Dus ik ga het straks krijgen dat zeker het grootste deel wel onderdeel van hiervan uitmaakt en dat ze daar graag ook gebruik van doen. En wat moet je daarvoor doen om er onderdeel van uit te maken? Moet je dan eens een account aanmaken of moet je je aanmelden? Wat moet er gebeuren? Dat is echt heel simpel. Je gaat naar Cargonaut, je meldt je aan en dan word je daarmee geholpen. We proberen het ook zo laagdrempelig mogelijk te houden. Het kan gewoon via een webportal, dus dan hoef je ook qua IT niet ingewikkeld te doen. Maar het kan ook via API's. En dan zit het dus, wordt het volledig onderdeel van je eigen systeem. Dan moet je natuurlijk wel even het in je eigen IT-systeem inbakken. Maar is dat even makkelijk? Het eigen systeem is vaak nog wel de drempel. Om... Ja, dat is. Want men is een gewoontedier vaak op Schiphol. Zeker. Procedures moeten aangepast worden. Ja. En het is altijd verbouwen terwijl de werkzaamheden doorgaan. Maar daar hebben we echt een enorme goede partner aan Cargonaut in, die echt gewoon hier zich volledig heeft gezegd, dit vinden we echt belangrijk, hier stellen we mensen voor beschikbaar. Ja. Dus nogmaals, op het moment dat je mee wilt doen, neem contact op met Cargonaut. Gegevens kun je op onze website vinden of op cargonaut.nl. En dan komen eventueel ook experts van Cargonaut dan langs om de processen te begeleiden. Waar moet je aan voldoen? Doen? Wat doe je eigenlijk verkeerd? Zitten daar nog extra kosten aan vast? Voor die begeleiding, of is het gewoon aanmelden en wij helpen jullie verder? Het is gewoon aanmelden en wij helpen jullie verder. Ja. Er komen ondertussen ook kijkersvragen binnen. Jan de Bruin die vraagt zich af, gaat de wachtrij niet verschuiven naar de fysieke afhandeling bij de afhandelaren? Dus zijn de afhandelaren er klaar voor? Afhandelaren hebben allemaal de best effort getekend en gezegd, wij zijn er klaar voor. Ja. Dus daarvoor zie je geen problemen dat de congestie eigenlijk verplaatst naar een ander deel van de keten? Nou, ik kan me voorstellen in het begin dat ook daar dat proces natuurlijk enigszins aangepast moet worden. Dat ze daar eigenlijk even wat snelheid moeten gaan maken en ook daarop moeten adopteren. Maar dat zal zeker ook goed lopen. Het lijkt me juist dat als dat proces gewoon helemaal gedigitaliseerd is, dat gewoon zo'n vrachtwagen gewoon de aanwijzing krijgt als ze groen zijn, dat ze ergens bij een deur kunnen lossen. Ja. En daar zie ik dan ook geen echte congestie. Nee, je planning gaat daar natuurlijk ook wat efficiënter in elkaar steken. Dus het lijkt me voor alle partners zeg maar, die onderdelen in deze keten maken, dat gaat straks naadloos op elkaar aansluiten. Ja, en Schiphol heeft natuurlijk vorig jaar Cargonaut gekocht. Dit is er onderdeel van, begrijp ik. Ja. Kunnen we nog meer verwachten? Staat er nog meer op de rol? Nou, waar we nu op dit moment in eerste instantie mee bezig zijn, is dat wij het huidige platform aan het vernieuwen zijn. Dus we gaan een Port Community System gaan we bouwen, het PCS-systeem. Het eerste deel daarvan gaan we volgend jaar zomer opleveren. En dat wordt in principe, as is, wordt dat opgeleverd. En dat klinkt dan van, we zijn heel veel moeite aan doen en dan hebben we eigenlijk nog maar een soort kopie van wat we nu hebben. Maar het is dan wel moderner, het is beter equipped, zeg maar, om de wensen van de klanten ook beter te kunnen realiseren in dit systeem. Ja. Sorry, en vanaf dat moment gaan we dus inderdaad die wensen van de klanten ook daadwerkelijk daar opbouwen. En dat gaat binnen een nieuwe IT-omgeving van Schiphol, die nu specifiek voor dit programma gebouwd gaat worden. En dat zal daar ook beter voor uitgerust zijn om dat te doen. Ja, dus daar gaan inderdaad de diverse... Kunnen we dan nog iets verwachten in de vorm van ook de importzendingen die dan gedigitaliseerd worden? Nou ja, dat zou logischerwijze eigenlijk de volgende stap moeten zijn. Dan zijn we inmiddels ook alweer een jaar verder met dit onderdeel. En dan zou dat de meest logische stap zijn om dat te laten volgen. En dan hebben we ook vervolgens ook de nieuwe omgeving daarvoor. En Maarten, kan dan de ACN-bon eindelijk in de versnipper aan? In die discussie hebben we de afgelopen weken gevoerd. En mijn ding daarbij was van, we stoppen nu met die ACN-bon. Ja. We stoppen er gewoon mee per 1 september. Ja, toen riep toch een aantal partijen, ja, maar dat gaat nou net even iets te snel. Dus we gaan dat afbouwen. We gaan nog wel nieuwe laten drukken, want die Ready for Carriage procedure staat erop. Maar een volgende stap in het Smart Cargo Mainport programma is wel ook om te kijken, hoe gaan we die handshake, dat is eigenlijk die ACN-bon, laten zien dat je daadwerkelijk ook iets afgeleverd hebt en dat je dat bewijs hebt. Ja. Hoe gaan we dat digitaliseren?
En er zijn al ideeën over hoe dat, want dan ben je inderdaad af van die bom. Precies, daar zijn zeker ideeën over. Ja, want dan kunnen we dat precies verwachten dan, want dan is die skepsis ook weggenomen direct. Dat is iets waar we eind van het jaar, begin volgend jaar mee verder gaan. En waar we denk ik nu wel versneld mee verder kunnen. Want je ziet dat dit digitaal vooraanmelden, dat is echt het fundament van alles richting toekomst. Ja. Dat heeft nu ongeveer een jaar geduurd. Ja. Maar dan hebben we dat fundament en daar kunnen we vervolgens andere dingen opzetten. Want bijvoorbeeld het plannen van dokdeuren bij afhandelaren gaat natuurlijk op een gegeven moment ook mogelijk worden. Als je weet wat er op je afkomt, als je die data digitaal hebt, dan kun je inderdaad zeggen van nou, u bent welkom op een bepaalde tijd, u rijdt door naar die dokdeur. Ja. En dan staan er ook twee mensen klaar om uw vrachtwagen te lossen. Ja, want daarover gesproken, er komt een kijkersvraag binnen van Jeroen Rensen en die vraagt, mag de truck die de vracht aanlevert ook gecombineerde vracht hebben? Dus vracht voor zowel Swissport, KLM en Menzies voor zijn ronde met aanleveren. Of mag de truck alleen vracht geladen hebben voor een enkele afhandelaar? Dus mogen ze het gewoon combineren en is het systeem daar ook geschikt voor? Je moet van, dan moet je natuurlijk wel van afhandelaar naar afhandelaar rijden. Maar ik kijk even naar de secondanten op de tribune. Hans, jij knikt ja. Ja, ik knikt inderdaad ja. Je kunt dus middels dat digitaal voormelden, meld je één keer aan die vrachtwagen eigenlijk. En die kan meerdere stops maken bij verschillende afhandelaars. Ja. Dus geen enkel probleem is jouw verwachting. Dat klopt. Ja. Het mooie trouwens van dit proces is dat we zitten wekelijks bij elkaar met al die partijen die de best effort hebben gerekend. Dus al dit soort dingen wordt gewoon in de praktijk besproken. En dan komen dus al dit soort punten. Hopen we daarmee gedekt te hebben op het moment dat we beginnen. De vraag is natuurlijk ook altijd van, ja, dat was ook in de tijd met het e-link systeem. Er waren nog heel veel kinderziektes. Ja. Hier kunnen jullie toch al min of meer de garantie geven van het is perfect. Dus niet dat er nog, en dat het gewoon nog het gebruiksprobleem is, het omgaan met. Of zijn er nog? We verwachten eigenlijk meer dat het wennen is aan een nieuw proces. Ja. En daar doen we dus aan de voorkant heel veel voor. Dus ook vanuit Cargonaut zijn er al cursussen gegeven, workshops. Om dus ook inderdaad partijen daar aan de hand aan mee te nemen. Maar het vergt ook nog steeds wel aanpassingen van de bedrijven zelf. Dus dat zal denk ik meer de algehele aanpassing zijn. Ik denk dat trouwens wel een leerpunt is van wat we het afgelopen jaar hebben meegemaakt. De afgelopen jaren, dat hele innovatieproces is anders. Vroeger keken we heel erg naar de IT-kant. Dat was ook logisch, want het kost heel veel tijd en energie. Ja, er ligt heel veel op de plank ondertussen. Het gaat op dit moment echt 80% van de aandacht gaat naar de change die nodig is. Vooral ook op de werkvloer uitleggen waarom je iets doet, waarom dat belangrijk is en wat je moet doen. Ja, vanuit die digitale eisen en zo, dan creëer je misschien ook wel op de werkvloer weerstand. En dan gaat men weer terug naar de oude methode. Dat is natuurlijk niet de juiste aanpak. Even kijken naar Schiphol. Want Schiphol doet in de Europese vrachtwereld goede zaken met dit digitaal vooraanmelden, of niet? Ja. En dit, nou, ik zou bijna zeggen dat moet ook wel, want mijn indruk was ook alweer nu ik weer terugkwam in de vrachtwereld, dat ik dacht, we zijn toch nog niet heel veel verder gekomen, zeg maar, in de jaren. En de wens is er wel, dat merk ik wel aan alle partijen. Dus volgens mij is vooral de oplossing ook het vooral bij elkaar brengen van alle partijen. Ja. En vandaar dus ook dat aan de voorkant erg veel tijd in is gestoken om goed te begrijpen wat belangrijk is voor de klanten. En dat vervolgens dan gaan realiseren in een digitale oplossing. Dus dat is inderdaad wel een enorme grote stap voorwaarts. En ik verwacht ook dat we de aankomende jaren daar dus ook als een soort building block, zeg maar, volgende initiatieven op kunnen laten baseren. Want we zijn dus met z'n allen om. We gaan dus nu wennen straks heel actief aan wat digitalisering, zeg maar, op kan leveren als oplossing. Mm-hmm. En dan moet je denken aan betrouwbaarheid, punctualiteit, efficiënt te kunnen werken. Maar dus vooral ook een stukje veiligheid. Dat gaat dus meerdere elementen opleveren. Ja, ik denk wel dat als we daar zo meteen aan gewend zijn, dat we gewoon meer willen. De screening gaat een stukje makkelijker. En wat ik me ook altijd heb laten vertellen is dat de concurrentie in de luchtvracht gaat eigenlijk over het grondproces. Hè? Want vliegen kan iedereen. Hè? Ja. Dus je hebt alleen maar controle op dat grondproces. En dat maakt Schiphol natuurlijk nu stappen ten opzichte van, ik noem maar even, Frankfurt Airport, Parijs, Brussel en London Heathrow, de grote concurrenten. Ja, nee, dat klopt. En zoals ik zelf ook naar kijk, het is vooral niet, en dat zeg ik ook intern, het is vooral niet Schiphol vracht. Nee, het is Schiphol als locatievracht. Juist. Zeg maar. Dus met alle partijen, dus inclusief de marges, inclusief douane, als die processen goed op elkaar afgestemd zijn met alle klanten en ketenpartners, dan hebben wij iets te verkopen, zeg maar, naar het buitenland en naar potentiële nieuwe klanten. Want dat plaatje moet kloppen. En ik denk dat we daar heel sterk in zijn, maar nog beter kunnen worden, eerlijk gezegd. Nog even een kleine vraag, want we hebben natuurlijk twee vrachtluchthavens in Nederland. Schiphol natuurlijk, met 90% van het volume, maar ook Maastricht is daar ook aan gedacht. Worden ook betrokken bij dit project?
Tot nu toe niet. Niet voldoende. Zij maken er trouwens wel gebruik van de ACN-bon ook. Maar daar moeten we mee in gesprek. Okay. Kijken van hoe zou je, want ik bedoel, wij zijn niet voor niks ACN Nederland. Mm-hmm. Dus hoe gaan we daar nog extra meerwaarde uit halen? Je hebt natuurlijk ook heel veel partijen die op Schiphol en op Maastricht zitten. Juist. Ja. Dus idealiter moet dat er eigenlijk gaan volgen. Ja, ja, dat is ook misschien een leuk samenwerkingsproject. Misschien de taart even meenemen naar Limburg om daar een kopje te drinken. Ik zet hem zo weer in de koelkast. Er komen ondertussen ook weer wat kijkersvragen binnen. Dat is leuk, dus best interactief. Ronald Griffioen vraagt zich af, zijn er consequenties verbonden indien in de keten een partij niet voldoet aan de afspraken? Bijvoorbeeld een truck niet op tijd bij de afhandelaar of een afhandelaar welke niet de capaciteit heeft om te lossen en opnieuw congestie en vertraging oplevert. En hij zegt, het kan niet vrijblijvend zijn. Zo nee, dat is een hele goede vraag. En we hebben ook een commissie opgericht die zich daar mee gaat bezighouden en kijkt van, nou ja, wat gebeurt er allemaal? En zijn er partijen die misschien hun werk niet goed doen? En die moeten daar wel worden aangesproken. Dat is ook nog even oefenen, hè? Want we hebben natuurlijk geen stok om uiteindelijk mee te slaan. Je kunt ze er wel op aanspreken. Het is vooral een dringend advies om het vooral wel te doen, dus begrijp ik. Ja, de stap is natuurlijk wel, het staat nu wel in de Ready for Carriage procedure. Dus op het moment dat de partijen er echt een rummeltje van maken, kunnen op een gegeven moment ook afhandelaars daar natuurlijk... Ja, en Rob Bussing die vraagt zich af, is de data met betrekking tot de vooraanmelding ook beschikbaar voor de overheid? Bijvoorbeeld ten behoeve van eventuele controles? Ik kijk ook even naar onze secondanten. Even kijken, Johan of Hans, wie kan daar wat over zeggen? Ja, zeker. De digitale vooraanmelding is eigenlijk het logistieke proces op Schiphol, de overdracht van de zendingen. Maar daaraan gekoppeld zit op de achtergrond, bij Cargonaut zit ook de koppeling naar de douanesystemen, ACS, PGTS. En ook als de exportcontroles uitgezet worden, die worden dan ook, op het moment dat die vrachtwagen aankomt bij de afhandelaar, krijgt de douane bijvoorbeeld ook een seintje, dat de goederen er zijn en dat ze kunnen worden geïnspecteerd. Dus er zit zeker een koppeling aan die systemen ook. Ja, ja, helder. Dankjewel. Die koppeling is trouwens wel een van de sterke punten, denk ik ook. En die manier hoe we op Schiphol met de douane werken, is ook wel een van onze sterke punten op Schiphol. Mm-hmm. Dat echt heel vloeiend werkt allemaal. Dus, Maar ook de screening kan natuurlijk vroeg afbeteren door die vooraanmelding. Want alle papieren en dan de lading is bekend bij de douane. De screening is ook opgenomen in digitaal vooraanmelden. Ja. We zien die cijfers ook enorm stijgen op dit moment. Ja. Ik wil nog eventjes terug naar dat, als je niet meedoet, het strafbankje eigenlijk. Ja. Wat gaat er precies gebeuren? Wachttijden? Wordt er een soort aparte balie ingericht voor de mensen die dan, of de partijen, die toch nog het papier omarmen? Hoe gaat dat? Wat je ziet is, nu is de balie voor iedereen die met papier komt. Want er komen heel veel partijen met papier. De toekomst wordt het deel wat zich digitaal vooraanmeldt, wacht door. En degene die het niet hebben gedaan, melden zich bij de balie. Ja. En dat gaat dus meer tijd kosten. Ja. En je bent niet ready for carriage. Dus individuele afhandelaren kunnen daar ook een consequenties aan verbinden. Dan kunnen dus trucks 4, 5, 6 uur staan dan, bij wijze van spreken. Dat is niet de bedoeling. Als je niet meedoet, Nee, maar het moet wel in redelijkheid. Kijk, je krijgt een soort groene stroom die heel snel moet. Ja. En een rode stroom, noem ik het even, die die prioriteit niet krijgt. Juist. Maar het is niet de bedoeling dat die bewust langer staan te wachten. Ja. Dat is zeker niet de bedoeling. Dus we willen die groene stroom echt heel erg duidelijk omlaag brengen. Maar ik kan me voorstellen dat de vrachtafhandelaar zegt van ik ga hier geen mensen vrijmaken, want dat proces kost mij dan veel te veel. Moet er dan een speciaal bedrijf ingehuurd worden om die taken dan over te nemen? Of, Afhandelaars hebben nu gezegd, we maken daar een aparte balie voor. Okay. Ja. En dat is bijvoorbeeld ook iets waar die beheercommissie naar gaat kijken. Het moet ook wel in redelijkheid zijn. Kijk, op het moment dat je doorkrijgt dat afhandelaarpartijen langer laten wachten dan nodig. Ja, dan moeten partijen elkaar natuurlijk ook op aanspreken. Maar het zou ook een mooie stok achter de deur zijn. Om toch iedereen te overtuigen van vooraanmelden, dat loont. Ja, maar ik denk dat dat zichzelf al gaat bewijzen. Oké. Okay. Er komt ook nog een vraag binnen van Michel Hagen. En die vraagt zich af, hoe gaat het werken met e-way bills? De e-airway bill. Ja, er staat e-way bills. Airway bills, ja. Hans, ik kijk er even naar jou. Want daar ben jij heel erg druk mee bezig. En je weet ook een beetje hoe die cijfers lopen. Nou, Maarten heeft in het begin al aangegeven. Hè, de e-airway bill is een belangrijk onderdeel. En is eigenlijk een van de randvoorwaarden om mee te kunnen doen. Maar het kan ook nog zonder de e-airway bill. Ja, dus we hebben het basisproces wat elke zending kan worden digitaal vooraangemeld. Dat is de basis. En als je daar bovenop nog gebruik maakt van de digitale airway bill, de e-airway bill, dan kun je eigenlijk nog een versnelling, want dan heb je echt alle stapjes in het proces digitaal.
Dan kun je nog sneller dus, dan kun je nog eerder die balie bijvoorbeeld passeren en is de informatie nog eerder gecontroleerd, waardoor je die voordelen nog extra gaat halen. Ja. En even voor de duidelijkheid, is het pas vanaf september dat het gaat werken of kan het nu ook al? Nee, we zijn nu al bezig. We zijn 1 januari begonnen. We hebben gezegd dat dat gaan we als 9 maanden pakken om met elkaar te oefenen en ook de kinderziektes eruit te halen. 1 september gaan we echt beginnen. Ja. En tot slot, Annemarie, de gemiddelde wachttijd op Schiphol zou hiermee verkort moeten worden als jij een inschatting zou mogen maken. Hoeveel procent of hoeveel minuten gaat dit opleveren per lading? Nou, als het aan mij ligt heel veel, dan wordt het dan gehalveerd. Nee, dat vind ik lastig inschatten. Kijk, als we nu kijken naar de gemiddelde wachttijd van 1 uur en 1,5 uur, dan mag ik toch hopen dat er zeker 1,5 uur van afgaat. Maar goed, idealiter is vooral de ambitie dat we het zo vloeiend mogelijk laten verlopen. Kijk, en als ik nu een tijd af ga geven, dan wordt dat de verwachting dat het in alle gevallen zo zal zijn. Maar er zit dus ook dat gewenningsperiode zit daar natuurlijk aan vast. Dus ik verwacht in het begin dat we wat kleinere stappen zullen laten zien na verloop, dat dit allemaal vloeiender gaat lopen. Dat alle gebruikers ook gewend zijn, dat er echt wel significante winst, de tijdwinst ontstaat. Ja, helder. Annemarie van Hemert van Schiphol, dankjewel voor dit gesprek. Maarten van As, tot slot, wat zou voor dit gedeelte althans, wat zou jouw boodschap zijn aan de sector nu in relatie tot deze ontwikkeling? Ja, meld je zo snel mogelijk aan. Dat is voor nu de belangrijkste boodschap. 1 september gaan we van start. Je kunt je gewoon aanmelden bij Cargonaut, maar het gaat je intern wel even tijd kosten. En dat is vooral intern het proces, je werkproces zo krijgen dat dit allemaal goed werkt. Maarten, misschien praten we straks nog even verder, maar voor nu bedankt voor dit gesprek. Geen dank. Straks gaan we verder met Rob Middelkoop van Middelkoop en Zonen en Dimitri Brink van DHL Global Forwarding. Maar eerst kijken we even naar een videoboodschap van Schiphol CEO Dick Benschop. Dear Air Cargo Community Partner, cargo has been the success story amid COVID of Schiphol in the last year and 1.5 years. We have seen cargo growing and customers profiting from that. I want to thank you for that. You know we are on a journey to improve cargo and cargo handling at Schiphol to make it safer, more reliable, more efficient. And there's good news. On September 1st we will introduce a new process. It's called the digital pre-notification in the ready for carriage process. And please start to make use of that, because it will help you to be faster, to be more efficient, and it will reduce hassle. And don't just do it yourself, but look at every partner in the value chain as well, so that we all can make this change and we all can become better and better. And it's part of our journey of innovation, and it will contribute to the future success of cargo at Schiphol, of which I'm very confident. Thank you very much. Inmiddels zijn aangeschoven Rob Middelkoop van Middelkoop en Zonen en Dimitri Brink van DHL Global Forwarding. Goedemorgen, fijn dat jullie hier kunnen zijn. Goedemorgen. Rob, je bent met name een trucker op het gebied van air freight. Wat gaat dit jou opleveren, dat digitaal vooraanmelden? Iets waar we al jarenlang naar uitkijken. Behalve dus wachttijden, wat we net al hoorden, de reductie daarvan. Maar met name de betrouwbaarheid. De betrouwbaarheid van het hele export aanleverproces. Wat nu bij afhandelaar voor de schuttingen gegooid wordt. Daarin zie je, als dat digitaal op een nette manier wordt aangemeld en tijdig, ja, dan kan die stroom goed doorlopen. Onze trucks die zijn veel sneller terug. Wij weten ook dat ze terugkomen op een bepaald moment. En op dit moment is het nog, of was het nog eigenlijk, we sturen ze af, maar wanneer ze terugkomen, geen idee. Nee, ze melden zich vrij en dan kun je pas weer een vervolg. Dan kan je pas weer verder gaan plannen. En we hebben natuurlijk allemaal wat te maken met bepaalde deadlines die we moeten halen op Schiphol. En dat komt dan in gevaar als de truck niet op tijd terugkomt. Dus en heb je er ook vertrouwen in dat die wachttijd dan ook daadwerkelijk gaat verbeteren nu? Absoluut. Want wij doen al een tijdje mee natuurlijk met eigenlijk de pilot. En daarin zien we al echt heel erg betrouwbaarheid terugkomen. En wij kunnen goed op plannen nu. Want gemiddeld 1,5 uur wachten, maar ik hoor heel veel bedrijven klagen van collega's van jou van 3-4 uur wachten. Zeker. Is meer de regel. Zeker. Nou ja, het is niet meer de regel, maar gemiddeld dat drukt dat natuurlijk wel. Ja, ja. Maar er zitten pieken bij waar het inderdaad 4 tot 6 uur kan duren voordat een truck aan de beurt is om te lossen. En daar heb je natuurlijk in eerste instantie de balie, de office, en daar moeten ze op wachten. En daarna gaan we naar het losproces beginnen en kan je nog eens een keer in die rij staan.
En dat kunnen we hiermee gaan voorkomen, doorrijden, gelijk naar het losproces. Hoeveel man-vrouw uren ben je kwijt aan in het oude systeem en wat verwacht je van het nieuwe systeem? Is het de helft minder uren die je dan kwijt bent aan het wachten? Een utopie is denk ik 75%, maar de helft, ja. daar wil ik al heel graag in zo, gaan. Dat is wel een forse besparing. Ja. Want Dimitri Brink van DHL Global Forwarding, wat gaan jullie ervan merken? Onderschrijf je die cijfers van Rob? Denk je dat het zo over gaat schelen? Nou, ik hoorde net 5 en 6 uur en 3 en 4 uur, maar ik heb meer dan genoeg voorbeelden dat we tot 24 uur en langer hebben staan wachten zelfs. Wow. Dat we gewoon wissels hebben moeten uitvoeren van chauffeurs, omdat ze buiten hun tijden zijn gekomen. En dat zijn natuurlijk wel de piekmomenten waar je dan over praat. Ja. Kijk, er zijn ook momenten dat je bij een afhandelaar staat en met een half uur ben je weg. Ja? Maar is dan de bottleneck het papiertje wat nu digitaal gemaakt wordt, of ligt de bottleneck dan ergens anders? Nou, kijk, digitaal voorwaardmelden is één stap in een heel groot proces wat mij betreft. Want we praten over een stukje milk en import, milk en export. Je praat over EDI, je data sharen met elkaar. Maar er zal ook iets verlangd worden van ons als expediteurs. Want de expediteurs die brengen al hun vracht op hetzelfde moment. Juist. Als wij gaan digitaal aanmelden, ja, dan krijg je dus gewoon eigenlijk een idiot-proof proces, zeg maar. Mm-hmm. Want je weet, als je er naartoe gaat, dat alles klopt. En daar gaat gewoon ook heel veel fout. Want het is te makkelijk om altijd maar te zeggen, de afhandelaar. Maar ja, wij als expediteurs hebben ook ons steentje daarbij te brengen. Dus het is gewoon foutjes in de documentatie die dus eigenlijk het proces... Onder andere. En dat heel veel vrachtstromen tegelijk aangeleverd worden. Ja. Als je naar onze organisatie gaat kijken, wij hebben een slogan, dat staat gewoon op onze website, waarin wij zeggen, delivering excellence in a digital world. Ja? Ja. Dus ja, wij willen zo snel mogelijk van dat papier af. Hè. Wij hebben, onze CEO ook heeft gezegd, in 2050 willen wij gewoon zero emission free zijn. Ja. Dus ja, hoe sneller wij hiermee beginnen, hoe beter het is voor ons. Want je bent natuurlijk onderdeel van een mondiale speler in de expeditie. Hoe doet Schiphol het nu vergelijkbaar met de collega luchthavens in Europa? Of de concurrenten meer? Laat ik zo zeggen, ik vind dat op zich moeilijk te antwoorden. Ja? Omdat ik niet continu bezig ben met andere luchthavens. Ja. Wij hebben als organisatie 3 grote hubs in Europa, dat is Brussel, Amsterdam en Frankfurt. Daar doen wij heel veel vrachtstromen over afvoeren. Wij kijken wel af en toe naar van, kunnen we het niet beter via Frankfurt doen? Want in Amsterdam duurt het te lang. Ja. Ik denk wat voor mij heel erg belangrijk is, voor onze organisatie heel erg belangrijk is dat wij een proces krijgen waar we een stukje regie... Ik zou heel graag bijvoorbeeld een stukje regie bij Schiphol willen zien. Want die afhandelaren die gaan uiteindelijk wel mee. De truckers gaan uiteindelijk wel mee. Dat zijn er een aantal. Die zijn op één hand, twee handen te tellen. Maar de expediteurs, we hebben er in Nederland ruim 100. Ja. En om die allemaal mee te krijgen, dat is niet makkelijk gebleken in het verleden. Nee. Dus ik zou daar een stukje meer regie willen zien van Schiphol persoonlijk. Waarin er gewoon gezegd wordt, hè, jullie hebben het net al ook over gehad. Maak het maar gewoon verplicht voor zover als je verplicht kan maken. Ja. Ja, en dan komt er een ander proces voor mensen die in het rode proces zitten. In het groene proces loopt alles gewoon door. Ja. Hè, en Maarten zei het al terecht, je moet niet mensen gaan straffen van het kan niet en dan gaan we je expres laten wachten. Ja. Maar zodat de mensen die het rode proces gaan volgen niet rechtstreeks naar de afhandelaar kunnen. Ja, en je zegt, onze slogan was iets ook iets met de digital world en zo. Nou, dit is nu één stap in het proces, zeg je. Wat moet er allemaal nog meer gedigitaliseerd worden dan? Waar zitten nog meer bottlenecks wat jou betreft? Nou, als je naar de papierstroom gaat kijken, er zijn gewoon nog expediteurs die hebben gewoon een proces in het leven geroepen waar ze gewoon een lege envelop mee sturen, omdat het proces is, er moet een envelop mee. En in principe willen we papieren hebben voor de inklaring aan de andere kant van de wereld. Ja. Maar het gros van de landen kun je gewoon heel je papierstroom al digitaal aanmelden. Je hebt geen Airbnb meer nodig, je hoeft ook geen ACN-bol meer te hebben. Ja. En je hebt ook geen facturen voor de overkant nodig. Een beetje afhankelijk van de speler die het is. Want wij hebben natuurlijk een e-file systeem wereldwijd, waar alle documenten maar ingedumpt worden. Mm-hmm. Dus onze kantoren aan de overkant kunnen dat gaan lezen. Ja, en dat is wel... Ja. Dat is ook wel belangrijk dat iedereen dat heeft. En Rob, je hebt al gewerkt met dit systeem tijdens de testperiode. Waren er nog kinderziektes? Zeker. Daar is de testperiode ook voor natuurlijk. Maar ja, wij zijn ongeveer al, denk ik, na ruim anderhalf jaar bezig. De testperiode is officieel is het per januari, afgelopen januari. Maar het jaar daarvoor zijn we al vol bezig geweest in de voorbereiding om alleen al als community met elkaar te praten over het systeem, over hoe zouden het willen worden, de zender en de ontvanger, en elkaar leren begrijpen. Dat is met name heel belangrijk geweest. Hè. Wij moeten begrijpen wat een afhandelaar tegenkomt en andersom. En dat helpt ons, heeft ons geholpen om dat nu zover zoals we nu zijn. Ja, want jullie zitten een beetje tussen de expediteur en de afhandelaar in. Een beetje tussen van een schip, hè, zeg maar. Maar wat komen jullie een beetje tegen dan van wat de expediteur dan weer niet kan communiceren naar de afhandelaar toe? Nou, we zitten er zeker tussenin. Afhandelaar is geen commerciële partij voor ons. Mm-hmm. En de expediteur weer wel. Dus er wordt natuurlijk een bepaalde druk gelegd op wij als vervoerders.
door de expediteur om alles op een juiste manier en tijdig aan te leveren, hoe dan ook. Juist. En dat is een beetje een Wild West verhaal, min of meer. Van ja, oké, laat me komen en we gaan en kijken waar het schip strandt. Juist. Zo moet je het zien. En dat schip stranden verhaal, ja, dat willen we er helemaal uit hebben. Het moet echt professioneel, op een juiste wijze, die flow moet gewoon door kunnen gaan. Echt, dat moet een geoliede machine worden. Want jij hebt die pilot dan meegemaakt. Wanneer was het eerst dat na ongeveer anderhalf jaar ben je bezig geweest? Want eerst dat je met een pasje zo elektronisch gewoon naar de deur geleid werd. Wat was dat? De oude situatie is, met zo'n pak papieren komen we aan bij de afhandelaar. En ja, die gaan maar hun dingetje doen daarmee. Ja, ja. En dan sta je, nou, je staat echt bij die balie, sta je gewoon tweeënhalf uur sta je daar gewoon. Omdat jouw voorgangers ook allemaal zo'n pak papieren meekrijgen. Ja, ja. Ja, en dat, als dat allemaal weggaat, dan is het veel maanden. Nee, maar ik vroeg eventjes van wanneer heb je precies voor de eerste keer in die pilot gezegd van mijn chauffeur heeft dat pasje tegen de scanner gezet en ik kan zo naar een poort toe. Dat in januari begonnen. Dus in de voorloop hadden wij dat al. E-Link, dat hadden wij bij ons eigenlijk al het proces geïmplementeerd. Dus vanaf januari konden wij dat al doen. En dat breidt zich natuurlijk nu heel erg uit. En jullie hebben ook meegedraaid in dat proces van de pilot, zeg maar. Ja. Als je kijkt naar jullie ervaringen en vooral ook als je kijkt naar de MKB's onder de expediteurs, waar moeten zij op letten? Want we hebben het al gehad over, je moet intern je proces tunen. Wat moet er precies echt, wat wordt er een krachtsinspanning verwacht van de expediteur intern? Of valt het best wel mee? Ik vind dat het wel meevalt. Het moeilijke wel is van, we zitten allemaal in een stadium van, dat hoor je snel, we hebben de druk en daar moeten we iets gaan veranderen. Ja. En dat vinden wij in deze industrie wel moeilijk, zeg maar, om die verandering door te voeren. Dus ja, je moet er iets aan investeren. Ik denk, je kunt natuurlijk niet in tijd uitdrukken wat je ervoor terugwint. Mm-hmm. Maar wij zien wel, als wij het groen aanmelden, wat Rob ook zegt, je staat gewoon niet meer te wachten. En het is zo plezierig. En als wij die papieren niet meer op kantoor hebben, de mensen bij ons zien uiteindelijk, ik hoef geen envelop meer met al die papieren bij elkaar te gaan consolideren. En als ze dat één keer gezien hebben en twee keer, en ze zien dat ze op vrijdagavond, want dat is natuurlijk de avond in luchtvracht, niet meer om 2 uur 's nachts naar huis, maar ze kunnen nu om 10 uur naar huis, want ze hoeven al dat papier niet meer samen te voegen. Ja, dat vinden ze stiekem toch wel lekker. Dus wat advies dan om intern die processen dan een beetje zo te krijgen dat je kunt digitaal aanmelden, is het dan gewoon iemand aanstellen om te kijken van, hoe doen we het nu en hoe moet het straks? Nou, in principe is daar niet heel veel veranderd, want e-Link deden wij al. Ja. En het is gewoon zorgen dat je e-Link 100% gaat krijgen. Hè. Heel veel bedrijven hebben e-Link op 20%, op 40%. Als het zometeen verplicht wordt, of tenminste, we gaan 1 september live, dan wordt er op een gegeven moment door de afhandelaar gezegd, jongens, dat gaat hem niet worden, gaan we terug in de rij staan. Juist, of je stuurt ze terug naar huis, bewijzen van. En dan gaat het pas echt pijn doen. En ik denk, als het heel vervelend om te zeggen, maar op het moment dat het pijn gaat doen, dan gaan de mensen pas in onze industrie echt opstaan. Dus het advies van jou is van, ga zo snel mogelijk je aanmelden en dan kun je je proces tunen en dan ben je dus klaar zo snel mogelijk. Ja, en daarvoor hebben wij ook een Milkrun Export Live staan. Middelkoop rijdt daar nu de transporten voor 3 expediteurs. Ja. VCK, Rhenus en DGF. Die haalt dat met 1 truck op en die levert dat dan aan bij op dit moment Swissport. Ja. WFS is daar sinds kort ook bij aangesloten. Ja. Ja, dat is gewoon fantastisch. Er staat een deur kant-en-klaar gereserveerd. Die druk komt eraan en binnen een half uur maximaal. We hebben laatst een keer vertraging gehad. Omdat helaas dokdeuren kapot waren bij de afhandelaar. Ja. En dat duurde maar voordat dat gemaakt werd. Dat is overbelast dan. Overbelast. Ja. die pilots die lopen als een tierenlier. Ja, dus het is een geheel ontzorgen van het aanleverproces. Absoluut. Dus, absoluut. Eigenlijk een no-brainer dan, als ik het zo mag samenvatten. Ja, wat mij betreft wel. Je hebt ook nog een Milkrun Import. Dat is al sinds 2015 live. Helaas hebben wij daar nog maar een 20, 25 expediteurs op live zitten. Omdat op een of andere manier zien mensen nog steeds niet dat ze dat willen veranderen. Wat zit daar dan? Is het een soort drempelvrees dan? Of? Ja, ik noem het woord innovatie wel eens. En ik zal politiek correct blijven. Ja. Maar ik mis ook wel een stukje jonge entrepreneurs in de industrie die dat ook daadwerkelijk zien. En zeggen, we moeten dat nu gewoon gaan doen. Want degenen die live zijn op Milkrun Export, die doen dat al 6 jaar. Die zijn hartstikke tevreden. Iedereen is tevreden. De afhandelaren zijn tevreden. En dat klikje vinden om de rest ook op de live te krijgen, dat is niet altijd even makkelijk. Je moet een stukje data gaan delen. Maar die data komt niet bij je collega-expediteurs. Die blijft bij Cargonaut. En daarom zit Schiphol daar ook zo bovenop. Die data blijft vertrouwelijk. Ja. Wat betreft de truckers op Schiphol,
Hoeveel zijn er, denk jij, al bezig met dit project? Of iedereen al? Of zeg je van, nou, dan kan ook nog een inhaalslag komen? Jazeker, maar ik denk dat wij wel op een 75% van de truckers zitten. 75? Ja. Dus dat ligt veel hoger dan bij de expeditie eigenlijk? Ja, truckers die vertegenwoordigen natuurlijk heel veel expediteurs. Juist. Met name de wat kleinere, die via de truckers het eigenlijk allemaal laten afhandelen en als tweede linie en aanleveren. Ja. Dus ja, juist die truckers die zijn heel erg belangrijk in dit proces. Juist, ja. En die zijn dus voor 75% al om eigenlijk. Dus die, En die voelen natuurlijk ook gelijk de pijn. Hè, als het, wij hebben altijd pijn gevoeld, met name voor die wachttijden. Dus ja, als we het willen veranderen, dan moeten wij als truckers wel meekomen. Ja, want de kosten schuiven eigenlijk door in een proces. Die komen dus bij jullie terecht en ook bij de vrachtafhandeling. Want die, daar stopt het eigenlijk al direct als de documentatie niet goed is. Ja. En daar zit natuurlijk ook veel pijn. Merken jullie ook dat de vrachtverhandeling helemaal blij is met dit initiatief? Of zijn die ook nog een beetje van, niet iedereen? Of hoe zit de ontvangst daar van dit project? Nou, wat mij betreft is iedereen daar wel blij mee. Alleen mensen moeten wel gaan aansluiten. En dat is heel belangrijk. Yes. Want nu is er een paar partijen die meedoen. Ja. En ik zal me er misschien niet geliefd mee maken. Ik denk dat het grootste probleem nog steeds bij de expediteurs ligt. Juist, ja. Want die en zijn waarschijnlijk een beetje de kleinere onder de expeditie. Of zijn er ook nog grote bij? Ook zeker de grote. Kijk, we leveren met z'n allen op dinsdagavond aan voor de consolidaties op woensdag. We leveren met z'n allen aan vrijdagavond voor de consolidaties op zaterdag. Ja. Maar dan kun je ook zaterdagochtend aanleveren of zaterdagnacht of dinsdagnacht. Ja? Wij zijn 24/7 open als organisatie. Juist. Dus wij proberen juist naar die avonduren te gaan. Maar er staan gewoon nog lange wachttijden. En als je met z'n allen tegelijk bij de groundhandler staat, ja, die kan dat niet allemaal in één keer. Nee, natuurlijk niet. Dan komt het dus ergens. En als je dat digitaal gaat aanmelden, dan gaan we zo meteen over van het onderbuikgevoel, gaan we over naar een fact-driven organisatie. Ja. Want we zien wie komt er op welk tijdstip aanleveren. En dan kun je ook met die deurplanning veel beter gaan coördineren. Ja. Omdat je op feiten gebaseerd gaat praten in plaats van, ja nee, het ligt aan die groundhandler. Nee, het ligt niet aan die trucker, het ligt niet aan die groundhandler. Nee, het is duidelijk dat alles wordt over de schutting gegooid. Ja. En uiteindelijk komt het bij de trucker terecht en de afhandelaar. Ja, correct. Ja. Dat is het grote probleem dan. Ja, absoluut. Ja. Er is ook een kijkersvraag binnengekomen van Rob Bussing. En ik gooi hem maar gewoon even op tafel. We kijken wel voor wie die het meest geschikt is. Hoe voorkom je fouten in de digitale vooraanmelding bij de directe aanleveringen? Dus zonder dat de goederen feitelijk bij de expediteur in de loods komen. Is dat niet een risico tussen de vooraanmelding en de feitelijke situatie? Ik kreeg de vraag even niet helemaal mee. Ja, dus hoe voorkom je fouten in de digitale vooraanmelding bij directe aanleveringen? En dan beschrijft hij zonder dat goederen feitelijk bij de expediteur in de loods komen. Ik kijk even naar de VAR. Misschien moet ik even ingrijpen. Nee, we proberen natuurlijk met de digitale voormelding die fouten wel te voorkomen. En zoals het nu gaat, kwam die vrachtwagen, die directe aanlevering, die kwam bij documentatie. En die wachtrijen die ontstaan niet omdat die baliemedewerker niet snel werkt. Maar die moet door die hele stapel papier heen om dat te controleren. En dat duurt zo lang omdat daar dus vaak verschillen tussen zitten of dingen missen. Die digitale voormelding gaat dat proces al versnellen. En als er dan fouten voorkomen in de digitale voormelding, ja, dat kan nog steeds natuurlijk gebeuren. En dan heb je misschien die balie al overgeslagen. Moet je even terug om dat te corrigeren. Maar in feite gaat dat ook dat proces enorm verbeteren en ook daar de kwaliteit verhogen. Want als je het één keer fout hebt gedaan, en dat kun je nog 2, 3 keer doen, en daar ga je natuurlijk wel van leren, want je wil de volgende keer niet nog een keer teruggestuurd worden. Ja, oké. Okay. En er is ook nog een vraag van ACM binnen, dus ik kijk even naar Maarten van Ronald Griffioen. Heeft dit in het verlengde wellicht ook gevolgen voor een andere tariefstructuur op Schiphol? Bijvoorbeeld de 512B-kosten? De 512B-kosten bestaan al sinds 2004 niet meer, dus daar heeft het geen gevolgen voor. Kijk, als brancheorganisatie mogen wij ons daar vooral niet mee bezighouden. Het gaat op een gegeven moment, afhandelaren rekenen kosten door voor not ready for carriage vracht aan partijen die het komen afleveren. Dat is de individuele verantwoordelijkheid van die afhandelaar, hoe ze daarmee omgaan. Ja, dus als we het antwoord moeten samenvatten, nee. Het heeft geen gevolgen voor een andere tariefstructuur. Nee. Het digitaal vooraanmelden is in de ready for carriage procedure meegenomen. Dus dat is wel daadwerkelijk een verschil. Op het moment dat je not ready for carriage aanlevert, kan de afhandelaar daar iets tegenover stellen, iets voor vragen. Dus in zoverre gaat het wel. Maar er is geen sprake van een Schiphol-brede tariefstructuur. Dat is aan de individuele afhandelaars. Dat lijkt me wel een beetje weer de stok achter de deur. Dus dat kan leiden tot hogere kosten voor degene die dus niet dat digitale vooraanmelden heeft gedaan. Dus uiteindelijk, los van dat ze extra moeten wachten, kunnen ze ook geconfronteerd worden met extra kosten. Kunnen er extra kosten bij komen, ja, klopt. Ja. Ja.
Ja. En Rob, zijn jouw chauffeurs straks blij om weer naar Schiphol te kunnen? Of zijn er toch nog andere bottlenecks die hier opgelost moeten worden? Veel vrije tijd natuurlijk, hè? Ja, ja. De meesten zijn blij. Nee, maar dat merk je zeker wel. Die jongens willen gewoon rijden, die willen werken, die willen gewoon aan de gang zijn en dat gehang en dat gewacht. Tuurlijk is het een groepje die dat ook prettig vindt, hè, maar merendeel van de chauffeurs die willen gewoon lekker doorgaan. Ja, dat is eerlijk, nee, toch? Ja. Ja, en Dimitri, jouw expediteurs kunnen straks ook lekker op vrijdagmiddag gaan golven, want alle formulieren zijn ingevuld en hoeft niks meer geregeld te worden. Absoluut. Ja. Tot slot, wat zou jouw boodschap zijn aan de andere expediteurs? Want ik proef een beetje in je verhaal, want het is wel echt belangrijk dat iedereen gaat meedoen, want anders blijft het een rommeltje. Ja, ik wil hem even wat breder trekken. Ik denk, als je gaat kijken naar SCMP, Smart Cargo Mainport, je gaat er iedere keer in de fout. Schiphol heeft dat opgestart een aantal jaar geleden en ik vind dat echt een van de beste initiatieven die ik in mijn 27 jaar in luchtvaart heb gezien. En wat ze daar gedaan hebben, ze hebben alle community partijen bij elkaar gebracht. En ik merk dat er nu zo'n hoop enthousiasme zit bij truckers, bij de afhandelaren, bij de airlines, bij de expediteurs, dat voor mij dit echt het moment is. Hè. We hebben helaas gezien door de COVID is daar even een kleine terugval in gekomen. Godzijdank is de milkrun en RFS en het digitaal vooraanmelden is hoog op de agenda blijven staan. Schiphol is dat nu echt weer een nieuw leven aan het inblazen, ook met de overname van Cargonaut. Ja. Is mijn gevoel voor de eerste keer dat ik in luchtvaart werk voor al die jaren, dat alles een keer bij elkaar gaat komen. Het gaat niet alleen over dat digitaal vooraanmelden, maar je moet naar het grotere geheel gaan kijken. En als expediteurs niet naar dat hokjes gaan kijken van e-link of digitaal vooraanmelden of milkrun of e-link. Als alles komt nu bij elkaar. En ik denk, als we een keer iets met elkaar willen veranderen en die voortrekkersrol in Nederland, als Nederland in de wereld blijven behouden, zeker in Europa, sluit aan. Er is geen reden meer om niet mee te doen. Want we hebben ons de vrachtafhandeling hier niet aan tafel zitten, maar ik las onlangs nog een stuk van voorzitter Jeroen Gilling van de Secretariaat Afhandelaars van ACN. En die zei van, het is het uur u. Is dat een beetje wat je ook wilt zeggen? Ja, ik zit in een groep voor RFS en ook nog voor Milkrun. Daar zit Jeroen zit daarin, daar zit Rob in, daar zit WFS in, daar zitten heel veel expediteurs en groundhandlers in. Er wordt zoveel tijd en energie ingestoken. En Jeroen heeft ook al gezegd, als het nu niet gebeurt, dan gebeurt het nooit meer. Nee, want hij schrijft hier ook van, als we dit nu niet klaar krijgen, dan zijn we de komende 20 jaar weer in de file. Ja, nou, zo zie ik dat ook. Dit is echt het moment van de waarheid. Ja? Schiphol staat erachter, ACN staat erachter, alle expediteurs. We zijn nu met z'n allen ready om deze stap gewoon te doen. Maken. Doen, absoluut. Zeker. Helder. Dimitri Wink van DHL Global Forwarding, Rob Middelkoop van Middelkoop en Zonen, hartelijk dank voor jullie komst naar de studio. En John Versleij, hartelijk dank voor jouw komst ook. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit webinar over het digitaal vooraanmelden van exportvracht op Schiphol. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Ook u kunt hier zitten, want deze coronaproof studio is te huur voor uw congres, vergadering of webinar. We hebben alle techniek in huis om u hierbij te helpen. Kijk voor meer informatie op promedia.nl. Ik zie u graag in onze studio.